Hallo allemaal, welkom op mijn kanaal, welkom bij deze nieuwe video en welkom in Mike's creatieve wereld. Leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe video en in deze video ga ik weer een review doen. Ditmaal ga ik een setje haaknaalden die ik gekocht heb bij AliExpress voor jullie reviewen. En ook hiervan ga ik natuurlijk uiteraard mijn eigen mening geven, mijn eigen oordeel vellen. En daarbij hoop ik ook dat jullie wat aan het oordeel hebben. Dus laten we gauw gaan beginnen. Deze haaknaalden set heb ik dus gekocht bij AliExpress. Ik zal hem even wat schuiner houden zodat je wat beter ziet, anders valt het licht er allemaal in. Het is een complete haaknaalden set. En het zijn er 10 stuks. En ik heb er bij AliExpress €4,25 voor betaald. Inclusief verzending. De verzending duurde alleen wel wat lang. Ik heb bijna 2 maanden op gewacht voordat ik ze binnen had. En om heel eerlijk te zijn, ik verwacht er niet veel van. Omdat het toch bij Ali vandaan komt. En we gaan het beleven. Het is dus een haaknaaldenset van 10 haaknaalden. Op deze haaknaald, dat zie je inmiddels al, is al bijna niet eens meer terug te lezen welke maat het is. En het zijn ook aparte maten. Kijk, dit zijn dan waarschijnlijk de Amerikaanse maatvoeringen. En er zit er een maat 2 mm in, 2,2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 3,5, 4, 4,5, 5,5. En wat ik zo zie is dit een 5 en een 6. Dus ik vind dat maatje 2,2 wel een aparte maat, maar goed. We gaan de verpakking eens even openmaken om te kijken wat we in huis gehaald hebben. Deze haaknaald, die is ook wat vlekkerig aan de zijkant. Oh, wacht eens even. Het is lastig, het is niet lastig te zien, het is helemaal niet te zien op camera, maar hier in het handvat staat de maat ook vermeld nog van de haaknaald. Dus dan heb ik zomaar het vermoeden dat dit uiteindelijk toch ook wel gaat vervagen. Ja, kijk. Ik heb eigenlijk al bijna geen moeite voor te doen om het eraf te krijgen. Kijk. Ik heb me heel eventjes overheen gevreven en de maat is er al vanaf. Maar aan de andere kant staat dus in het handvat gedrukt de maat. Dus dat scheelt. Zo op het eerste oog. Oogt op zich wel goed als haaknaald. Er zit geen scherpe punt bovenop. Haak is mooi gevormd. Ik voel geen butsen of wat dan ook erin. Inkepingen waar je draad achter kan blijven hangen. Het is niet te buigen. En kijk, hier voel ik, oh ja, je ziet het eigenlijk ook wel. Het is dus gewoon een complete haaknaald met dus zo'n hoesje eromheen. Maar je moet dus niet te hard daarop gaan drukken, want dan ben je echt door het handvat heen. Qua formaat ligt goed in de hand. Goede grip. Zit ook een uitsparing in hier voor om je duim erop te plaatsen. Of als je eventueel met de pengreep haakt, kun je er natuurlijk ook je vinger op leggen. Of hoe je het dan ook doet, want ik weet niet hoe die greep gaat, want dat gebruik ik niet. Maar zo op het eerste oog en eerste gevoel is het geen verkeerde naald. Hij voelt ook niet zwaar. Het is gewoon
acceptabel qua gewicht. En voordeel, hij is van metaal. Daar ben ik altijd erg voorstander van. Dus ja, zo op het eerste gezicht. Ondanks dat ik ervan uitging dat het eigenlijk niet veel zou zijn omdat het van Ali kwam. Vind ik het niet verkeerd. Dan pak ik even een andere maat. Ja, voelt hetzelfde aan. De handgreep is gewoon lekker stug. Niet vervelend, gewoon lekker. Je hebt gewoon echt het hele handvat is zeg maar anti-slip. En ja, ook hier. Ik zet niet eens kracht en ik veeg de maat. Wat erop staat dus eigenlijk al weg. Maar ook hier staat dus in het handvat gegraveerd zeg maar, of gedrukt. Gegraveerd klinkt wel heel erg luxe, dat is het niet. Maar de maat staat hier ook in het handvat. Dus dat is dan nog niet zo'n enorme ramp dat je de opdruk hier dus kwijtraakt. Nou, ook deze haaknaald voelt helemaal glad aan. Dus ja, dat zeg ik het eerste oog niet verkeerd. Het valt me alles mee tot nu toe. Maar goed. Laten we eens eventjes gaan testhaken. Want dat is natuurlijk ook belangrijk. Je hebt je haaknaald niet alleen om vast te houden. Dus ik heb eventjes een garentje gepakt. En dat moet volgens het label met 4,5 gehaakt worden. Nou, dan pakken we de maat 4 en 4,5 even uit. Kunnen die gewoon testen. Ik ga niet alle maten testen. Want ik neem aan dat haaknaalden verder allemaal wel in orde zijn. Dit is dan de maat 4. Laat ik daar maar mee gaan beginnen. Zo. Schijfje op de naald. Nou, dan ga ik gewoon wat in de wilde weg haken. Oké. Okay. Dat is niet verkeerd. Totaal geen haperingen op de naald. Houdt ook echt lekker vast. En ik heb altijd de gekke tik om mijn haaknaald dus tussen mijn pink en ringvinger door naar buiten te laten komen. En dat kan dus ook perfect met deze naald. Hij is qua formaat dus gewoon echt voor mij ideaal. Ook houdt hij heerlijk vast. Ligt niet zwaar in de hand of wat dan ook. Haakt gewoon lekker. Geen haperingen op de naald. Dus die is gewoon mooi glad. Glijdt ook soepel door het garen heen. Oké. Okay. Nou, dit had ik niet verwacht om heel eerlijk te zijn. Meestal heb je toch altijd wel bij Ali een idee van het is echt allemaal van die goedkope meuk. Dus dat zal wel niet functioneren. Maar om heel eerlijk te zijn, dit valt me echt, echt niet tegen. Dit haakt echt perfect. Het verbaast me echt enorm, om heel eerlijk te zijn. Steekt echt makkelijk in, pakt de draad makkelijk op, blijft nergens achter hangen. Glijdt soepel. En het geeft qua haken ook eigenlijk wel hetzelfde effect als wat ik normaal gesproken altijd haak. Jeetje. Ik ben echt eventjes flabbergasted. Dat ben ik niet gauw. Dit verbaast me echt enorm. Jeetje. Dit kunnen dus voor mij ook echt haaknaalden worden. Waar ik heel veel mee ga haken. Ze liggen me echt perfect in de hand. Deze vallen dan natuurlijk ook onder de noemer een ergonomische haaknaald. Omdat er een handvat omheen zit. En deze werken gewoon echt perfect. Wat ik ook lekker vind. Ik hou hem dan altijd zo vast. Op zo'n Jan Boerenfluitjes echt in de mesgreep. Maar het is hier bovenop ietsjes dikker. Dan de rest. Dus mijn duim rust ook hier op zo'n punt. Dus hij gaat niet makkelijk richting de naald glijden. Dus dat vind ik ook echt een pluspunt. Echt. Echt, het verbaast me enorm.
Nou ja, ik kan dus eigenlijk heel kort en heel bondig zijn. Deze haaknaalden set van Ali. Ik ga ook maar met één haaknaald haken, want ik hoef niet eens weer verder te testen. Deze haaknaalden set van Ali. Het zijn dus 10 haaknaalden. Echt een toppertje. En het verbaast me enorm. Maar echt, ik vind ze geweldig. Dus, zou ik deze aanraden bij anderen of niet? Dan moet ik zeggen ja. Hele dikke ja. Ik vind dit echt geweldige haaknaalden. En het verbaast me echt enorm. Oh. Dus ja, kort en bondig. Super naalden. Dat was hem dan, mijn oordeel en mijn mening over deze set met haaknaalden. Ben je nou enthousiast geworden over deze haaknaald en wil je ze ook bestellen? Ik zal onder deze video in de beschrijving even de link plaatsen naar de shop op AliExpress. Moet ik er wel bij vermelden, soms worden artikelen weggehaald, dus dan werkt de link ook niet meer. Maar ik ga even goed de link neerzetten die ik ervoor gebruikt heb om deze set te kunnen kopen. Dus mocht je ook deze set willen hebben, dan kun je door middel van die link op de webshop komen en ze dus ook gaan bestellen. Voor nu wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Ik zou het ook heel erg leuk vinden als je je abonneert op mijn kanaal. Doe dat door eventjes een klik te geven op de rode abonneerknop. En wil je nou echt helemaal niks missen van mijn kanaal, druk dan ook eventjes op het belletje wat je vindt naast die rode abonneerknop. Want dan krijg je automatisch een melding als ik een nieuwe video op mijn kanaal plaats. Voor nu dus heel erg bedankt voor het kijken. En wie weet tot kijk in een van mijn andere video's. Doeg!